Goedenavond. Welkom bij Radar. Pas in 2009 moeten hypotheekadviseurs u vertellen wat ze aan uw hypotheek verdienen. Maar zolang hoeft u niet te wachten, want wij doen het vanavond al. En verder gaan we het hebben over spyware. Is uw computer ook zo traag de laatste tijd? Dan zit hij vast vol met spyware. Slechts 15 minuten surfen op populaire sites kan 600 infecties opleveren. En we namen monsters van 9 all-inclusive buffetten in Turkije en lieten die onderzoeken op aanwezige bacteriën. U weet niet wat u ziet. In het lab proberen we ook altijd slechte dingen na te doen. Maar zo slecht als we hier in één hotel gevonden hebben, dat kunnen wij in het lab geen eens nabootsen. Maar nu eerst Berend. Ja, ik wilde beginnen met een ingezonden brief afgelopen donderdag in de Telegraaf. Het ging over de bereikbaarheid van onze eigen radarlijn. Kijk, want daar is klacht veel mee mis. Over radar. Volgens de schrijvers is het zelfs een flop, de radarlijn. Ja. Onbereikbaar. Ja, het is ook moeilijk te bereiken. Ja, dat is absoluut zo. Het is vrij druk tijdens de uitzending. Het is wel zo dat tussen om 7 uur is die al open tot 10 uur. Dus wat dat betreft heb je altijd wel de kans om er tussen te komen. Maar je hebt de lijst erbij gehaald. En af en toe is het wel 8000 belpogingen per avond. Dus het is natuurlijk vrij veel. En dat is niet te doen met 10 mensen? Nee, we zijn niet met z'n 10, dus we proberen het. Maar het is niet al te doen. Er komt wel een nieuw systeem aan, wat ervoor zorgt dat mensen makkelijk via alle opties toch komen waar ze moeten komen en weten waar ze hun klacht moeten melden, want daar gaat het tenslotte om. En dat is er binnenkort? Ja, oké. Tot die tijd moet u het maar proberen. Bedenken dat het een gratis nummer is en anders kunt u via internet ons altijd wel bereiken. Ja, nou, we kennen ze allemaal, de sweepstakes van Vita Nova. Je hebt zogenaamd 15.000 euro gewonnen, maar hoe het precies is, dat weten we inmiddels wel. En dan hebben ze ook nog prijswinnaars die ze met naam en toenaam noemen in die folders om mensen dus over te halen. Ja, nou, wij geloofden dat niet en dat klopt ook allemaal niet. Maar ze hebben nu wat nieuws bij Vita Nova, want ze zetten nu niet meer mevrouw uit Eindhoven, maar gewoon mevrouw uit E, zodat wij niet meer weten waar we ze moeten checken, want dat kan natuurlijk ook Ede zijn. Emmeloord, Enkhuizen, nou ja, noem maar. Ja, ga zo maar door, niet meer te checken. Ja, ik vraag me af, we hebben 1,5 miljoen kijkers, dus misschien als nou die winnaar van Vita Nova, die dus wel die 15.000 euro heeft gewonnen, ons nou even belt, of mail dan in dit geval, dan kunnen we dat volgende week weer melden. Oké, nou, bellen of mailen. Ja. Nou, nog één dingetje. Verder klachten over de babyfoon van Philips. Die doet het wel, de lampjes branden, alleen je hoort je kind dus niet krijzen op een gegeven moment, en daarvoor is hij toch wel bedoeld. Ach, wat zielig voor die baby. Ja. Nou, en voor de buren ook. Ja. Goed, nou, heeft u dat ook met een Philips babyfoon, dan kunt u bellen. En als u er niet doorkomt op ons gratis nummer, dan kunt u mailen. Dus of bellen 0800-1343 of radar@tros.nl. Deel uw mening en ervaringen met ons en word lid van het Radar Testpanel. Samen staan we sterk. www.trosradar.nl. Ja, is uw computer ook zo traag de laatste tijd? Grote kans dat dit komt door spyware en Trojan horses. Naast dat ze uw computer heel traag kunnen maken, kunnen ze er ook voor zorgen dat u op kosten gejaagd wordt of dat anderen in uw computer kunnen kijken zonder dat u dat in de gaten heeft. Vorig jaar deden we het al. We boden familie De Vrijer via internet een onschuldig uitziend spelletje aan. Wat de familie niet in de gaten heeft, is dat we via deze software hun hele doen en laten op internet kunnen volgen. Zo kunnen we de gesprekken volgen die de zoon voert via MSN. Hé, dat ben ik. Maar het gaat nog veel verder. Zonder moeite komen we achter het wachtwoord voor internetbankieren en zo weten we wat het saldo is van de privérekening. Dat is toch wel heel erg. Ja. Maar wat kun je nu, een jaar later, allemaal nog oplopen bij gewoon internetgebruik? Wij gingen surfen op het web. We hebben een schone computer met een eigen kabelaansluiting. De computer is niet beschermd tegen virussen. We bezoeken een paar veelbezochte websites, zoals eBay. We gaan op zoek naar een oldtimer, een Peugeot 403. Vervolgens gaan we op zoek naar een DVD-recorder. En we willen een CD kopen van Jantje Smit via eBay. Na een sessie van ongeveer een kwartier hebben we de computer gecheckt op virussen, spyware en de zogeheten Trojan horses. Dit deden we met het gratis programma Hitman Pro, een pakket van verschillende schoonmaakprogramma's. Het resultaat was een nog steeds schone computer. Zo zijn we ook op zoek gegaan naar dezelfde koopjes op marktplaats.nl. Ook hier hetzelfde resultaat. Geen ongevraagde vertragende software op de computer. En dan ook maar even wat muziek van het web halen. Kazaa, hier kun je gratis, maar niet legaal, muziek downloaden. Nou, Jantje Smit dan maar weer. En Frans Bauer. En ook Tiësto en Lange Frans.
Na deze sessie laten we weer het opruimprogramma Hitman Pro door de computer lopen. Het duurt wat langer dan de voorgaande schoonmaakbeurten. En het resultaat is toch wel verontrustend. Er verschijnen meerdere icoontjes op ons bureaublad, zoals Your Free Casino Chips, een link naar een spelsite die uw geld kan gaan kosten. Ook hebben we nu andere zogeheten adware die uw Google-zoekopdrachten beïnvloeden, zodat u terechtkomt op dure reclamesites. Dit veroorzaakt ook weer extra rommel die uw computer aanzienlijk vertraagt. In totaal is het schoonmaakprogramma op meer dan 600 van dit soort infecties gestuit. Straks na de uitzending praten wij live door over spyware op het internet met Corrie Gerritsma van de computervereniging HCC. Dat kunt u ook later deze week via onze site nog weer terugkijken. Maar eerst, wat kunt u er zelf aan doen? Naast Kazaa zijn er nog meer programma's die je computer flink kunnen vervuilen. Zo is er ook BearShare. Uitwisselingsprogramma. Dus daarmee kun je bestanden met andere computergebruikers uitwisselen. Nou, in die bestanden die je dan gaat uitwisselen met andere gebruikers, dat zijn vaak bestanden die vervuild zijn met spyware. En dus haal je daarmee weer allerlei rommel naar je computer. En wat natuurlijk ook hele populaire sites zijn, sekssites. Als je daar bestanden downloadt, nou, dan kun je er bijna gif op innemen dat die vervuild zijn met spyware. Ook zijn er sites die je doen geloven dat je pc er juist veilig op wordt. Zoals www.internetantispy.com. Mocht je dit downloaden, dan haal je dus geen anti-spyware software naar binnen. Maar dan halen je gewoon spyware naar binnen. En worden jouw gegevens en jouw internetgedrag domweg naar de maker van dit product gestuurd. En die verkoopt dat weer aan der. Een site die zorgt voor de Trojan Horse, ofwel het paard van Troje. Je haalt ogenschijnlijk vriendelijke software naar binnen. Trap niet overal in als je denkt van hey, dit is anti-spyware software. Dat is in dit geval totaal niet het geval. Sterker nog, je haalt het paard van Troje naar binnen. Dus goed uitkijken waar je naartoe gaat. Kies je er toch voor om gratis software te downloaden, zoals muziek, dan moet je je computer regelmatig schoonmaken. Tegen het voordeel van het binnenhalen van een muziekbestand, dat was in dit geval, kan het nadeel zijn dat je computer vervuild is. En gelukkig kun je dan wel meteen actie ondernemen door er zo'n softwareprogramma overheen te halen. De softwareprogramma's die je computer weer schoonmaken, kun je volgens deskundigen het beste downloaden op www.hitmanpro.nl. Een gratis en behoorlijk compleet pakket dat je regelmatig op je pc moet laten lopen. Zeker één keer in de week. En om te voorkomen dat uw computer spyware oploopt, kunt u een firewall plaatsen en een goede internetbrowser gebruiken. Als u Explorer gebruikt, neem dan de laatste versie. Of stap over op Firefox of Safari. Maar dan nog. Niks is veilig, dus ook computergebruik en internetgebruik niet. Maar het gaat erom dat je in ieder geval A, bewust bent van het probleem en B, afdoende maatregelen probeert te nemen. En dan ben je een heel eindje op de goede weg. Op onze website www.trosradar.nl staat een geheel hernieuwd stappenplan waarmee u software kunt installeren die uw computer spyware vrijmaakt. Mocht onze site vanavond druk bezocht zijn, probeer het dan morgen nog eens. Turkije heeft Spanje overtroffen als meest geliefd vakantieland. Het meest populair zijn all-inclusive hotels aan de kust. Zoals u afgelopen weken kon zien, was in Hotel Ardicia het luxe het zwembadwater zwaar vervuild en het eten koud. Maar hoe staat het met het eten zelf? We hebben bij in totaal 9 willekeurige hotels monsters genomen en de uitslagen overtroffen onze stoutste verwachtingen. Ik zou, als ik dit weet, nooit meer naar Turkije gaan. Maar wij wisten van niks en zijn wel gegaan en hebben ons gericht op hotels aan de Turkse Riviera. En wel hotels tussen Alanya en Antalya, om precies te zijn. De hotels zijn overigens allemaal te boeken bij Nederlandse reisorganisaties. Als eerste het wellicht al bekende Ardicia Hotel in Kizilyak. Club Nena in Man of Kat. Vlak daarbij het 4-sterren Joy Long Beach. Iets verder in Koemkoi ligt Caesars. En de hotels Riva Diva, Laris Park en Delvin Palace liggen naast elkaar in Lara. Lara Falcon, het tweede 4-sterren hotel, ligt iets verder. En de laatste, aan de andere kant van Antalya, is het Design Hotel Hillside Zoo. Van ieder hotel zijn 3 eetmonsters van het warme buffet genomen. Die monsters zijn in Turkije op kweek gezet en in Nederland onderzocht door dokter Beumer van de Universiteit van Wageningen. De conclusie is bedroevend. Normaal gesproken verwacht je dat er altijd wel een uitbijter is. 1 hotel slecht, maar hier was het tegenovergestelde. Er was eigenlijk maar 1 hotel goed.
En de rest, dat was van matig tot heel slecht. En dat je flink ziek kan worden van het eten in deze hotels staat volgens Beumer buiten kijf. De vaak genoemde argumenten waarom mensen ziek worden in Turkije, zoals te veel olijfolie, te lang een natte zwembroek aan of te koud water gedronken hebben. Dit is echt onzin. We hebben duidelijk aangetoond dat opgekookte maaltijden, dat daar darmbacteriën zitten. Ja, en wij proberen in het lab ook altijd slechte dingen na te doen. Maar zo slecht als we hier in één hotel gevonden hebben, dat kunnen wij in het lab geen eens nabootsen. En hoezo niet? Nou, dan moet je zulke viezigheid uithalen. Dat moet je waarschijnlijk met poephanden erop zitten. Of je moet heel veel ongedierte hebben. Ik kan me voorstellen dat met vliegen of zo, dat als er veel vliegen zijn, dat die nog wat over kunnen brengen. Maar het dus, slaat echt alles wat je hier vindt. We hebben het eten op twee manieren getest. We hebben gekeken naar het totaalkiemgetal van maaltijden. En als het totaalkiemgetal meer dan 1 miljoen bacteriën per gram is, dan is het eigenlijk slecht. En we hebben er zelfs één gevonden met meer dan 10 miljoen bacteriën. Dat wil zeggen dat zo'n maaltijd gewoon bedorven is. En verder hebben we gekeken naar darmbacteriën. En van darmbacteriën kan je zeggen dat die in warme maaltijden, jullie hebben alleen warme maaltijden bemonsterd, die zijn verhit geweest. Daar horen helemaal geen darmbacteriën in te zitten. En in de helft van de hotels hebben we toch darmbacteriën in die maaltijden gevonden. Nou, dat betekent gewoon heel erg vies werken. En de 5 hotels waar die vieze darmbacteriën, oftewel poepbacteriën, in het eten gevonden zijn, zijn het Ardicia Hotel, het Joy Long Beach Hotel, Riva Diva, het Laris Park Hotel en het Lara Falcon Hotel. Ah, eigenlijk als ik die cijfers zie, zou ik er dolgraag een keer op stage heen willen. Ik denk dat ik er een boel van kan leren hoe het niet moet. Ja, wij hebben voor u een top 9 samengesteld aan de hand van steeds 1 product dat echt heel beroerd scoorde. Nog even voor de duidelijkheid. Als bij de waarde van de monsters die wij hebben genomen het totaal kiemgetal zit tussen de 100.000 en 1 miljoen bacteriën per gram, dan is het eten matig. Zit het tussen de 1 miljoen en de 10 miljoen bacteriën per gram, dan is het eten slecht. En is het over de 10 miljoen bacteriën, dan is het eten bedorven. En darmbacteriën mogen er al helemaal niet in zitten, omdat het eten verhit is geweest. Nou, we beginnen met het beste hotel. Dat is Delphin Palace. De hoogste score heeft hier de frikandel met 80.000 bacteriën per gram. Dit is het enige hotel waar Beumer niks op aan te merken heeft. Op nummer 8 is Club Nena geëindigd. Hier zijn geen darmbacteriën gevonden. En het smerigste gerecht was hier de kip met 1 miljoen bacteriën per gram. Ja, die 1 miljoen zit net op de grens. Waar onze keuringsdienst van waren zou zeggen, meer dan 1 miljoen, dat hoort niet. Op nummer 7 Caesars. Ook hier zijn geen darmbacteriën gevonden. Maar het gehakt scoorde wel heel slecht. 10 miljoen bacteriën per gram. Zit op de grens van bedorvenheid. We hebben daar nog speciaal naar gekeken voor dit gehakt. Kijk, als dat alleen maar sporenvormen zijn, dan kan je dat op met zo'n bepaling die wij gedaan hebben, kan je dat ook wel zien. En het waren ook een heleboel bacteriën wat geen sporenvormen waren. Dus die zijn na het verhittingsproces erop gekomen. Dus weer vies werken. En op de 6e plek is geëindigd een van de duurdere hotels van Turkije. Het Design Hotel Hillside Zoo. Het filodeeg met gehakt was hier ongelooflijk goor en bedorven. 40 miljoen bacteriën per gram, maar er zijn geen darmbacteriën gevonden. Daarom eindigt dit hotel nog relatief laag. Nou, dat is een duidelijk teken dat veel geld betalen niks zegt. Dat wil dan niet zeggen dat je maaltijden ook goed zijn. Dat 40 miljoen is te veel. Dat is een bedorven product. Op 5 het 4-sterrenhotel Lara Falcon. In de kip met wortel en paprika zijn darmbacteriën gevonden. 200.000 per gram. En in de lever een kiemgetal van 2 miljoen bacteriën per gram. En op nummer 4 Laris Park. Hier zijn in 2 gerechten darmbacteriën gevonden. Daarom eindigt dit hotel net iets hoger. 20.000 darmbacteriën in de kalf met bonen. En in de aardappel zitten 4 miljoen algemene bacteriën. Op nummer 3 het Riva Diva Hotel. In de worst zitten 5.000 darmbacteriën en in de pasta 10 miljoen bacteriën per gram. Maar die 10 miljoen is eigenlijk ook al veel te veel op de bederfgrens. En dat hoort bij pastaproducten niet. Het kan echt in normale gevallen minder dan 100.000 zijn.
en dan de twee smerigste hotels. Het Ardisia. In de pasta zitten maar liefst 50.000 darmbacteriën en het totale kiemgetal is 300.000 bacteriën per gram. En nummer 1 is met stip het viest. Het Joy Long Beach Hotel. Op de bloemkool zijn maar liefst 50 miljoen bacteriën per gram aangetroffen en 10 miljoen darmbacteriën. Dat is echt ongelooflijk veel. Kijk, alleen in poep zitten meer enteroos. Hier vind je echt 10 miljoen in gekookt product. Ik vraag me af hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Echt moeilijk. Tja, volgens het Turks Verkeersbureau hoeft Turkije zich nog niet te houden aan de Europese regelgeving rond voedselveiligheid. Meer informatie vindt u op onze website. Tja, en laten we nou in hemelsnaam elkaar op de hoogte stellen van wat we meemaken in dat soort landen en waar het wel en waar het niet goed toeven is. En dat kan heel makkelijk via de Radar Vakantiehulp. Beschrijf uw ervaringen in onze vakantiehulp, zodat anderen en uzelf er iets aan hebben. www.trosradar.nl. Tussenpersonen verdienen enorme bedragen aan het afsluiten van uw hypotheek. En dat neemt het risico met zich mee dat ze zich bij dat advies eerder laten leiden door hun eigen belang dan door het belang van de klant. Als u een huis koopt, kunt u op twee manieren een hypotheek afsluiten. Of u gaat rechtstreeks naar de geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank, of u gaat naar een tussenpersoon. Meer dan de helft van de huizenkopers sluit de hypotheek af via een tussenpersoon. Zo'n adviseur, zoals bijvoorbeeld de hypotheker of hypotheekvisie, bekijkt welke bank in uw geval de voordeligste en beste hypotheek kan aanbieden. Waarschijnlijk zijn tussenpersonen zo populair omdat je als consument zelf niets hoeft te betalen. De adviseur wordt namelijk betaald door de geldverstrekker. Nu is de vraag of deze adviseurs echt kijken naar het belang van de klant of naar hun eigen portemonnee. Minister Zalm liet vorig jaar onderzoek doen naar de kwaliteit van de dienstverlening van tussenpersonen. En de conclusies waren niet mals. In het rapport wordt gesteld dat het hypotheekadvies van tussenpersonen weinig waarde heeft. De aanwezige beloningsstructuur herbergt perverse prikkels om consumenten niet altijd de meest geschikte hypotheekvorm en de beste hypotheekaanbieder te adviseren. Met andere woorden, de adviseur kijkt meer naar zijn eigen belang dan naar dat van de consument. Een spaar- of beleggingshypotheek levert bijvoorbeeld veel provisie op. Bij een huis van 200.000 euro kan een adviseur bijvoorbeeld 1500 euro verdienen als hij een aflossingsvrije hypotheek adviseert. Hij vangt echter al snel 5000 euro bij een beleggingshypotheek. Toch een groot verschil. Uit het onderzoek van minister Zalm blijkt dan ook dat tussenpersonen duidelijk meer beleggingshypotheken afsluiten dan huiseigenaren die zelf een hypotheek regelen. Een adviseur verdient echter het meest aan de verzekeringen die bij een hypotheek horen, zoals een overlijdensrisicoverzekering of een woonlastenverzekering. Daarmee verdient hij al snel een paar duizend euro. Bij een woonlastenverzekering is het ook nog maar de vraag of ze in geval van nood, bijvoorbeeld als je je baan verliest, echt uitkeren. Zalm heeft dan ook besloten om in te grijpen. Hij heeft afgedwongen dat de bedrijfstak in 2009 openheid van zaken gaat geven. De tussenpersonen moeten dan aan potentiële huizenverkopers precies vertellen hoeveel provisie ze aan de klant gaan verdienen. Tot die tijd tast de consument dus in het duister. Als het aan de overheid ligt. In de studio Jan Eikens, hij is hoofdredacteur van het Verzekeringsblad. Welkom. Hallo. Fijn dat u er bent. De branche heeft toegezegd, en u kent de branche goed, pas in 2009 openheid te geven. Waarom pas in 2009? Want die bedragen die zijn toch gewoon bekend? De bedragen die hier genoemd worden, die zijn bekend. Maar wat de tussenpersoon uiteindelijk verdient aan de post, dat is nog niet bekend. Er zijn heel wat posten waar een klant tussentijds afhaakt. Een tussenpersoon krijgt die bedragen die nu genoemd worden ook niet in één keer. Tussen nu en over 9 jaar krijgt hij dat uitgesmeerd. En als een klant afhaakt, dan krijgt hij verder ook geen... Dus je weet niet hoeveel hij verdient. Nou, maar hij heeft toch zelf wel een enige indicatie van wat hij gaat verdienen als hij een hypotheek afsluit? Hij gaat weten welk deel hij direct krijgt en welk deel hij uitgesmeerd over de looptijd krijgt. Dan vertelt hij dat toch aan de klant? Waarom zou hij dat doen? Ja, waarom zou hij dat niet doen? Nou, omdat hij gaat toch ook niet vertellen wat de postkamer eraan verdient en wat een verkoopfunctionaris verdient. Door je te enten op die tussenpersoon ga je nou de indruk geven dat die tussenpersoon alleen verdient aan die hypotheek. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als u buiten de tussenpersoon een hypotheek gaat sluiten bij een bank of bij een direct werkende verzekeraar,
dan betaalt u ook een eindprijs zonder dat u weet welke deskundigen welke bedragen krijgen. Ja, daar gaan we het ook zeker nog een keer over hebben. Maar als een adviseur zegt, ik ben onafhankelijk, ik ga onafhankelijk het beste zoeken wat voor jou het beste is, dan mag ik toch wel weten wat hij daaraan verdient. Ik wil graag weten wat ik mijn adviseur eigenlijk betaal. U betaalt uw adviseur niet? Nou, indirect wel natuurlijk. Maar die bank die betaalt dat niet. Dat wordt natuurlijk gewoon op mij verhaald. Dat is ook zo. En datzelfde geldt voor de directe verzekeraar die u benadert via post of via een callcenter. Die betaalt het callcenter ook. Maar die vertelt u niet welk deel van uw premie nou naar het callcenter gaat. Nee. Maar het kan ook anders. Want de vereniging Eigen Huis en Independer die vragen respectievelijk bedragen van Eigen Huis, geloof ik, minimaal €1.650. Dat kan ook €1.900 zijn bij huisbezoek. Ja. En Independer €1.500 voor het afsluiten van een hypotheek. Dus gewoon, dat is het standaardbedrag. Waarom wordt daar niet meer mee gewerkt in de branche? Omdat je dan de hele branche zou moeten omschoffelen. We hebben nu wat voorbeelden gezien van hypotheekketens. U heeft het over Independer en Eigen Huis. Eigen Huis die zich echt op hypotheek kent. Maar daarbuiten werken nog eens 10.000 tussenpersonen. En die werken volgens dat principe van provisie. Maar dat doen ze ook met heel eenvoudige verzekeringen waar u maar €200 of soms €100 per jaar voor betaald. Daar krijgen ze ook een percentage van. Ja. Nou, en als zij zeggen van nou, we gaan voor €20 u van dienst zijn, dan zijn ze een kwartiertje bij u binnen. Dat doen ze ook niet. Nee. Dus je moet dat in zijn totaal, in dat hele pakket wat een tussenpersoon serviced, daarin moet u dat zien. Ja, ik wil heel even nog naar dat rapport wat in het filmpje ook kort aan de orde kwam van minister Zalm, dat hij heeft laten schrijven. Ja. Daarin staat, er zijn sterke indicaties dat tussenpersonen de consumenten geen waar voor hun geld leveren. En het lijkt er zelfs op dat zij juist het tegenovergestelde effect bewerkstelligen. En het bewijs daarvoor is dat er veel meer beleggingshypotheken worden afgesloten bij tussenpersonen dan als mensen rechtstreeks naar de bank gaan. Dus die tussenpersonen doen het niet zo goed, kennelijk. Dat is de conclusie van de rapporteurs. We hebben dat rapport ettelijke keren op de redactie doorgelezen. En wij kunnen uit het onderzoek niet die conclusie trekken die men getrokken heeft. Het lijkt een vooringenomen conclusie te zijn. Ja, is dat zo? Edmond Hilhorst van Independent, is dat zo? Ja, ik denk van niet. Het is een opdracht van het ministerie van Financiën door een gerenommeerd instituut uitgevoerd. Met een hele duidelijke conclusie waar geen discussie over is, denk ik. Nee, nou, als je de discussie leest, kan daar geen discussie over zijn. Maar als je het onderzoek leest waarop de discussie gebaseerd is, ik kan de twee niet rijmen. Nee, nou goed. Maar wij gaan in ieder geval niet zitten wachten tot 2009, want we zouden raar niet zijn als we het hierbij laten zitten. Samen met independent.nl ontwikkelden wij een tool op internet waarmee u precies kunt zien hoeveel uw tussenpersoon aan u verdient. Via onze internetsite kunt u doorklikken naar de Independer-website. Hier kunt u de gegevens van uw hypotheekofferte invullen om er zo achter te komen hoeveel de adviseur aan u kan verdienen. U moet zaken zoals uw inkomen, de hoogte van de gewenste hypotheek en de gewenste hypotheekvorm invullen. Ook voor de verzekering die bij de hypotheek hoort, moet u een aantal gegevens invullen. De site rekent dan uit hoeveel een tussenpersoon zou kunnen verdienen aan uw hypotheek. Nou, meneer Aikens, alle reden om de geheimzinnigheid maar gedacht te zeggen, toch? Nu, of niet? Nee, wat hier het nut van is, daar begrijp ik werkelijk helemaal. Oh, maar wij juist heel goed. Van, ja, ben jij juist heel goed? Ja, nee. Ja, ja. Nee, dit is nou echt puur een verdachtmaking, vind ik, van het intermediair uitrekenen wat hij daaraan verdient. Dan moet je ook gaan uitrekenen wat hij voor werk daarvoor moet besteden. Ja, dit zegt op zichzelf toch helemaal niets. Nou, uw reactie is me duidelijk. U bent er niet blij mee. Wij gaan even wat voorbeelden uitwerken, maar ik ben blij dat u er was. Oké. Okay. En Wendy van Overloop, u heeft een aflossingsvrije hypotheek van €60.000 en een beleggingshypotheek van €137.000 afgesloten. Ook nog een overlijdensrisicoverzekering genomen. Ja. En dat alles is geadviseerd door een onafhankelijke adviseur? Door een onafhankelijke adviseur, ja. Ja. We hebben voor u uitgerekend wat u eigenlijk betaald heeft daarvoor. Mevrouw van Overloop heeft een levens- en aflossingsvrije hypotheek afgesloten via hypotheekvisie van in totaal €197.000 en sluit die af bij Fortis. Dan verdient hypotheekvisie in totaal een dikke €3.700. Nou, mevrouw van Overloop, valt het mee of tegen? Ik had zelf iets verwacht van, net zoals de makelaarscourtage, ongeveer 2% van het hypotheekbedrag. Dus 2% van 2 ton is dan €4.000. Dus. U had het wel zo ingeschat, dus u ziet er niet zo mee? Nou,
het is toch 3 weken duiken op de Malediven. Ja, dat was ook best leuk geweest. Ja. Marjolein Baarda, u heeft ook een hypotheek afgesloten. Een grotendeels spaarhypotheek van 233.500 euro. Bijbehorende overlijdensrisicoverzekering. Wat denkt u dat uw adviseur zo ongeveer verdiend heeft? Ongeveer 3.000 euro. 3.000 euro. Laten we even kijken. De hypotheker heeft een spaarhypotheek van 233.500 euro bij de SKP Oosteroever afgesloten. En daarmee verdient de hypotheker een bedrag van bijna 6.000 euro. Oei, dat valt tegen, of niet? Ja, nou ja. Maar het was wel de goedkoopste. Ja. Qua maandlasten voor mij. Dus dan, ja. Ja. Het is wel veel geld. Ja, hè? Ja, hoe kan dat dan, Edmond, dat dat de goedkoopste is? Heel kort. Ja, in ieder geval de goedkoopste in die vergelijking die getoond is. Of het de goedkoopste in de markt is, daar ben ik nog niet van overtuigd. Nee. Nou, misschien straks nog even verder praten. We hebben nog een derde voorbeeld dat echt bestaat, maar waar we geen mensen bij konden vinden. Wat is nou zo ongeveer het meeste dat een tussenpersoon kan opstrijken bij het afsluiten van een hypotheek van 500.000 euro? Als een tussenpersoon bij geldverstrekker Opfion een beleggingshypotheek van in totaal 500.000 afsluit en daarbij ook een overlijdensrisicoverzekering met een dekking van 2 ton en een woonlastenverzekering afsluit, kan hij een dikke 20.000 euro opstrijken. Ja, en dat kan iedere tussenpersoon dus voor u afsluiten. Dus u moet er zelf toch echt wel een beetje op blijven letten. Ook dealen over de provisie schijnt zinvol te zijn, want sommige adviseurs willen best wat delen en dat kan ook wel kennelijk. Uw ervaringen met dealen horen we graag. Net als de ervaringen van mensen die niet goed zijn geadviseerd. En voortaan kunt u dus aan de hand van uw hypotheekofferte narekenen wat de tussenpersoon aan u verdient via www.trosradar.nl. En ook deze week wordt weer een douche uitgereikt voor een heel goede of juist heel beroerde service. Deze week uitgedeeld door de familie Kruisinga uit Lekkerkerk. Een tijdje geleden kwamen er een hoop vreemde mannen over de vloer. Geen idee wat ze kwamen doen, want ons was niks verteld. Ze maakten een hoop herrie en rommel. Toen de rust was weergekeerd, besloten we eens een kijkje te nemen. Vanuit de tuin kon je het al zien. Er was een kamer bijgekomen. Die wilde ik eens van binnen bekijken. Toen hij door het luikje kroop, begon het spektakel. Ik zakte tot mijn knieën in de smurrie. Het baasje begon te schreeuwen. Ik maakte dat ik wegkwam, maar kon zo gauw de uitgang niet vinden. Zo kwamen er heel veel pootafdrukken in de natte grindvloer. Ik vond het wel mooi, net de Walk of Fame. Maar de baasjes vonden het duidelijk niet leuk. Ze zaten met hun handen in het haar. Na een paar dagen kwamen de mannen weer. Ze gingen een nieuwe vloer leggen. Maar het mooiste is dat ze het gratis hebben gedaan. En daarom geven wij Jan Maat Grindvloeren uit Krimpen aan de Lek de warme douche. Ja. En dat is echt verdiend hoor, Jan Maat Grindvloeren uit Krimpen aan de Lek. Want dat kost wel wat om dat helemaal opnieuw te leggen met recht een warme douche. Gefeliciteerd, hij komt eraan. En dit was Radar voor vanavond. U kunt nog bellen tot en nu na de uitzending op 0800-1343. En de rest van de week kunt u mailen radar@tros.nl of schrijven postbus 28-555-1202 LP in Hilversum. Wij gaan nu live door op het internet over spyware en over hypotheken. Volgende week zijn we er weer. U kunt op ons rekenen.